Nou, ik kijk best wel veel kalktelevisie. En wat me dan altijd opvalt is dat er dat het allemaal zo hectisch is en zo snel. En dat er zo weinig aandacht is voor het eten zelf. En toen ik werd gevraagd voor Menu van Oranje en begreep dat het een programma was waar echt aandacht is voor het eten, waar we ook gaan kijken naar regionale producten, hoe die geproduceerd worden. Ja, dat vond ik toch wel heel leuk. Dus ja, en het is natuurlijk een fantastisch baantje, want ik zit daar en ik mag alles proeven en ja. Ik vind het sprookjesachtig. Ik wou zeggen, kun je ook mensen verbieden om te gaan eten? Ja, ik denk dat de mannen, Edwin en Peter, die komen allebei uit de horeca. Die hebben allebei een restaurant. En die zitten daar, die kijken heel erg naar technieken en naar hoe iets gemaakt is. Ik ben meer de gast aan tafel en ik kijk of ik proef of het lekker is en of het me bevalt en of het er mooi uitziet en of het uitnodigt om aan te vallen. En we doen per dag doen we een aflevering en dan krijg je 6 gerechten te proeven. En maar je eet ze niet helemaal op. Ja, er zijn gerechten bij waar ik me echt moet bedwingen om het niet allemaal op te eten. Maar je wilt ook nog een beetje trek houden voor de rest. Maar je proeft van alles wat. Hè. Er liggen verschillende elementen op zo'n bord. En dan proef je van alles wat. En dan heb je al snel een idee van of het iets is of niet. En sommige dingen wil je dooreten. En sommige dingen denk je, nou, zo is het genoeg.